Hallo iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik een empties video voor jullie met allemaal opgebruikte producten. Mijn laatste empties video was van net voor nieuwjaar, dus al deze producten die nu gaan voorbij komen, die heb ik opgebruikt in januari, februari en het begin van maart. Ik heb de producten opgebruikt, dus ik kan er echt wel een behoorlijk goede mening over geven. Ik zal je zeggen wat ik van het product vind en of ik het de moeite waard vind om aan te kopen of niet. Even kijken. Ik heb al de productjes in een wasmand gestoken, maar ik ga er eerst en vooral de make-up productjes uithalen. Ten allereerste heb ik twee concealers opgebruikt. Deze is een Naked Skin van Urban Decay in de kleur Light Neutral. Dit is mijn tweede flesje dat opgebruikt is. Tot nu toe, van alle concealers die ik al heb geprobeerd, is dit mijn favoriet. Voornamelijk omdat hij een heel erg mooie dekking geeft. Die is vrij dik van textuur, zonder cakey over te komen. Zonder dat hij te vet is, te fake lijkt of te veel in de lijntjes kruipt. De kleur Light Neutral is niet echt een enorm lichte kleur. Ik heb nu één tintje lichter aangekocht. En die vind ik persoonlijk dan weer net iets te licht. Dus ik ga zeker deze Light Neutral opnieuw aankopen. En ik denk dat ik deze dan idealiter kan mengen. Maar voor huidtypes die dus iets donker zijn dan mijn huid, is de Light Neutral echt wel aanbevolen. Dan heb ik ook de Double Wear opgebruikt. Deze is van Estée Lauder, een concealer die je kan vergelijken met deze Urban Decay concealer. Die brengt hetzelfde aan. Die heeft ook heel erg goede reviews. Heel erg veel mensen vinden die heel erg goed. Ik vind die dat die net niet kan tippen aan die van Urban Decay. Die is iets dunner van textuur, waardoor dat die voor mij ook minder dekking en minder lang houdt. Minder houdbaarheid heeft. Ik ga deze van Estée Lauder niet meer opnieuw aankopen, aangezien ik deze van Urban Decay gewoon weer beter vindt. Dan heb ik ook een foundation opgebruikt. Jullie hebben die ook sowieso al voorbij zien komen, want het is ook wel mijn tweede of mijn derde flesje. Dit is tot nu toe, ik heb nog niet alle foundations geprobeerd, maar de enige foundation die je gewoon in het kruidvat of in de supermarkt kan kopen, waar ik echt heel erg tevreden van ben. Dit is de L'Oréal Accord Parfait Foundation. Hier zegt hij dat hij zich aanpast aan de structuur en aan de kleur van je huid. Ik heb de kleur 4 en beige. Dat is een neutrale kleur. Ik vind echt de kleur fantastisch. De kleur vind ik echt een absoluut pluspunt aan deze foundation, omdat hij niet te geel ondertoon heeft, maar ook geen te roze ondertoon. Het komt in een pompje, een heel erg gemakkelijke foundation. Ik vind dat hij van textuur heel erg goed aanvoelt. Hij dekt heel goed, maar is niet overdreven. Ik vind die perfect voor gewoon overdag. Maar ik heb die sowieso zeker al voor 's avonds ook gebruikt. Hij kan niet tippen aan de Double Wear van Estée Lauder. Maar hij komt toch wel in de buurt. Ik vind dat hij veel meer in de buurt komt bij de Estée Lauder Double Wear Foundation dan dat de concealer in de buurt komt van de andere concealer. Dus ik ga deze zeker opnieuw aankopen, gewoon ook omdat foundation bij mij toch wel vrij snel opgebruikt wordt en omdat deze een heel erg mooie prijs heeft. Om je make-up eraf te doen heb je natuurlijk een heel erg goede reiniging nodig. En deze van Sephora heb ik al voor de tweede keer een leeg flesje opgebruikt. Deze is de Supreme Cleansing Oil, Nothing Stays On. Ik vind een olie heel erg leuk om als eerste je make-up, je foundation heel erg goed af te krijgen. Met een olie kan je echt heel erg goed je make-up losmaken. Nadien ga ik er altijd nog een keertje over met micellair water mee een watje om de restjes weg te nemen. Maar als eerste stap vind ik een olie een heel erg leuke substantie, een heel erg leuk gevoel op je huid. Ik ga deze niet onmiddellijk terug aankopen. Moest ik ooit in het buitenland, in Frankrijk of in Spanje zijn en een Sephora tegenkomen, zou ik het wel overwegen om hem terug aan te kopen. Want ik vind hem goed, ik vind hem niet subliem. Je kan hem bij ons ook niet verkrijgen dan natuurlijk. En de prijs van Sephora, het merk Sephora zelf, is behoorlijk. Is echt wel betaalbaar voor goede producten. Dan heb ik twee bruine zonnezons die op zijn. Dit zijn ook meestal de bruine zonnezons die je bij mij ziet voorbij komen op mijn kanaal, omdat ik die heel erg veel gebruik. Ten eerste, ik zal ze vergelijken met elkaar. Ten eerste heb ik deze van Sotis. Dit is de Gelée Auto Bronzant Visage et Corps. Dus die is voor het gelaat en voor het lichaam. Het is een tube waar je moet uit duwen. Er zit 125 ml in. Wat ik er heel erg goed aan vind, is dat het een heel erg dunne textuur is. Het is een gel textuur. In het begin was ik daar niet direct weg van. Want ik heb graag een crème, ik heb graag een body lotion die een goede, stevige, vettige textuur heeft. Zodat mijn huid ook heel erg goed gevoed is. Maar dit is bij deze dus niet het geval. Dit is echt een bruine zonder zon.
die snel in de huid trekt. En daarvoor is die gel textuur wel heel erg goed. Die is heel erg licht, heel erg dun, trekt heel erg snel in, waardoor je na 10 minuutjes echt wel gemakkelijk je kleren terug kan aandoen, dat die niet te vet blijft aanvoelen. Ik gebruik die voor mijn gelaat en mijn hele lichaam. Ik gebruik die heel regelmatig op mijn gelaat, décolleté en op mijn armen, omdat je daar in de winter ook regelmatig mee bloot loopt. En ik gebruik die maar af en toe op heel mijn lichaam. In de zomer wel meer, omdat ik daar natuurlijk ook meer rokjes en shortjes rondloop en dan zijn mijn benen ook heel erg goed bruin. Ik vind dat die na één keer aanbrengen al een heel erg mooie kleur geeft. Dus één keer is voldoende, één keer per week. Die geeft geen vlekje. Ik vind dat die heel erg goed uitsmeert. En dan, dit is echt een totaal ander type. Dit is van White to Brown, de Tanning Mist. Dit is echt een tanning spray. Heel veel mensen kennen dat wel. Ik vind een tanning spray heel erg gemakkelijk voor je gelaat, voor je hals en voor je décolleté mee te sprayen, omdat je constant op een gelijke afstand moet blijven, op een 30 centimeter ongeveer, en bij je gelaat kan je dat ook doen. Maar vanaf dat je je armen zou willen sprayen, of je benen, dan moet je rond je armen gaan, en dan is het heel erg moeilijk om op die gelijke afstand, hier aan je oksel of aan je pols, op die gelijke afstand van 30 centimeter te blijven. Gebruik je deze dus voor je volledig lichaam, ook voor je armen en je benen, dan zou ik die aanbrengen met een handschoen. Die handschoenen die bestaan ook, dan spuit je gewoon product op je handschoen en je wrijft jezelf helemaal in. Maar ik gebruik deze dus persoonlijk enkel en alleen voor mijn gelaat en mijn hals. Want voor mijn lichaam gebruik ik sowieso die van Sotis. Waarom gebruik je dan deze nog extra? Gewoon omdat die super snel en super handig is. Als ik niet veel tijd heb om mij helemaal in te smeren met bruine zonnezon, dan spray ik gewoon even over mijn gelaat, mijn hals, décolleté. Ik laat het een paar minuten inwerken en ik kan verder. Dus die is gewoon super gemakkelijk. Die vernevelt ook heel erg dun. Want ik heb er eentje geprobeerd van Mark Inbane. Dat zijn zo die zwarte flessen die tegenwoordig in België en Nederland verkrijgbaar zijn. Die vernevelt helemaal niet goed. Die geeft vrij grote druppels op je huid, waardoor je oneffenheden ziet. Deze heeft een heel erg fijne mist, waardoor het die heel erg egaal aanbrengt. Twee toppers die ik absoluut sowieso ga blijven gebruiken. De next. Even kijken. Dan heb ik hier nog twee reinigingsmelken voor het gelaat. Deze is van Sotis, die komt ook heel regelmatig voorbij. Dit is nu voor één keer de Purity Cleansing Milk. Dus deze is voor een onzuivere, gemengde tot vette huid. Omdat ik een tijdje geleden toch weer meer last had van acne. En dan wissel ik wel eens af tussen de deze of die voor de normale en de gemengde huid. Ik vind de reinigingsmelk van Sotis echt super. Vooral een voordeel dat die in grote verpakkingen komen, 400 ml. Dat is goedkoper dan twee verpakkingen van 200 ml. Komt in een pompje, je pompt gewoon een 4 tot 5 keer op je handpalm. Met je make-up nog allemaal aan en je begint te wrijven. Wat ik ook heel erg goed vind aan deze reinigingsmelk is dat je gewoon over je ogen kan wrijven. Die pikt totaal niet. Dus de eerste reiniging van je make-up kan je die gewoon echt overal smeren, washandje nemen en afwassen. Dan heb ik kortelings scannings gemaakt met een reinigingsmelkje. Deze is van Nanic. Dit is de Pure Active Cleansing Anti-Aging Soothing Facial Cleanser. Dit is volgens mij een reisverpakking, want die bevat maar 50 ml. En ik moet zeggen dat ik er echt super, super, super tevreden van was. Die heeft een heel erg leuke textuur. Ik heb deze onder de douche gezet en dan elke keer als ik onder de douche mijn reiniging deed. Dus ik heb mijn make-up er niet mee afgehaald. Dat weet ik niet hoe dat hij dat doet, maar ik veronderstel dat dat wel oké is. Ik heb die altijd gebruikt zonder make-up. Op de achterkant staat ook nog Removes Excess Oil and Impurities, Non-Irritant for Skin and Eyes. Dat die heel erg mild is, dat die ook anti-aging is. Maar het heel erg leuke daaraan was vooral de textuur. Deze heeft geen melktextuur en ook geen geltextuur. Die zit een beetje tussenin. Ik ga proberen of er nog iets uitkomt. Heel erg weinig. Het lijkt melkachtig omdat er weinig uitkomt. Hij heeft zo wat... een gel textuur, maar hij is toch wit van uitzicht en hij is echt super zacht, heel erg romig om je gelaat mee te reinigen. Ik was er heel erg tevreden van. Ik vind het spijtig dat hij zo snel op was, omdat het een kleine verpakking was natuurlijk. Dan heb ik een oogcrème gebruikt. Ik gebruik toch echt al wel een aantal jaren elke ochtend en elke avond een oogcrème voor mijn ogen. Ik wissel daar regelmatig mee af. Deze die is van Sotis. Dit is de Soin Regard Multi Action voor het eye contour. Die gaat werken op verschillende vlakken. Die gaat anti-wrinkle, puffiness en dark circles tegengaan. Dus die gaat zowel voor de rimpeltjes goed zijn, voor de gezwollen oogjes, voor de wallen en voor de donkere kringen. Ik heb die gewoon opgebruikt. Die heeft echt een heel erg dunne, melkachtige textuur.
textuur trekt heel erg snel in. Dat wil je ook aan je ogen, dat die niet te rijk, niet te vet is, dat die ook geen gerstenkorreltjes gaat veroorzaken. Dan heb ik een serumpje ontdekt van Galénique. Ik heb daar ook een lotion van. Ik ben die nog altijd aan het proberen, want de lotion is nog niet op. Maar het serum heb ik goed gebruikt, elke morgen en elke avond. Dus dit serum van 30 ml was toch wel op na een maand ongeveer, na 4 weken. Dit is van Galénique, het Aqua Infini Serum Booster. Dat was echt een heel erg mooie, lichte, gelachtige textuur. Dat was zo'n roze flesje waar je echt zo de waterpareltjes in zag. Elke morgen en elke avond een paar pompjes onder mijn dag- of nachtcrème gaf mij echt een heel erg goed gevoel aan mijn huid. Het is een hydraterend serum, dus mijn trekkeriggevoel werd er absoluut beter door. Ik vond een heel erg goede geur, heel erg aangenaam product dat snel intrekt. Het maakt mij in ieder geval benieuwd om meer producten van Galénique te proberen, want hiervoor had ik nog niks geprobeerd en ik denk dat dit serum, dat deze lijn van Galénique, de Aqua Infini, ook perfect is voor mijn leeftijd. Vervolgens heb ik een productje van Kiehl's. Dit is de Overnight Biological Peel. Het is een nachtcrème die ook heel erg lichtjes fruitzuren bevat, waardoor dat die 's nachts ook heel erg zacht de huid gaat peelen, waardoor de huidstructuur fijner wordt en dat je dus een mooiere, egalere huid verkrijgt. Er zijn plus- en minpunten aan dit product. Pluspunten vond ik ook absoluut de textuur. Het is geen crème, gelijk dat je van een nachtcrème of een dagcrème gewend bent. Het was een beetje een gel. Heel erg zacht als je het op je huid aanbrengt, geeft een super fluweel gevoel. Het was een gel, als je die uitstrijkt, dat die een beetje olieachtig aanvoelde. Dat vond ik super. Maar toch heb ik eigenlijk lang gedaan over het flesje, omdat ik het een paar weken heb gebruikt en ik zag geen verschil. Heb ik het even aan de kant gezet. Heb ik weer een tijdje later terug een aantal weken gebruikt, want het is wel belangrijk dat je elke dag iets gebruikt voor echt een goede mening kan geven. Maar ik zag geen verschil aan mijn huid. Er zijn producten die veel meer reactie teweeg brengen, die veel meer de hydratatie op peil brengen, die geen trekkerig gevoel geven, die mijn huid zachter maken, minder acne, minder open poriën. Ik vond dit een leuke textuur, een leuk product om te gebruiken, maar ik zag geen resultaat. En uiteindelijk is het resultaat toch wel het belangrijkste, dus ik denk dat ik die niet direct opnieuw zou aankopen. Absoluut wil ik wel andere producten proberen van Kiehl's, omdat de texturen en de geuren en de verpakkingen mij heel erg aanspreken. Maar ik hoop dat sommige producten dus meer reactie geven. En dan heb ik één productje en dat is een mannenproductje weer. Jullie hebben in een vorige, denk ik, in een shoplog video van mij gezien dat ik een nieuwe douchegel van parfum had gekocht voor mijn vriend. En dit was de oude. Ik vind toch wel, je leert die dan kennen in zo van die kerstcadeauverpakkingen dat je een parfum met een douchegel erbij hebt. En ik vind dat toch eigenlijk wel de moeite. Die doucheproducten die ruiken echt heel erg goed. En dan nog eens in combinatie met de parfum zijn dan ook meestal echt wel je favoriete geuren. Deze is van Paco Rabanne. Is de 1 Million Shower Gel. Ja, die ruikt echt fantastisch. Tussen deze geur, dus de 1 Million, en dan die nieuwe geur, de Sauvage van Dior, daartussen wisselt mijn vriend altijd af. En ik vind dat echt, ja, die ruikt echt fantastisch. Sinds een aantal Empties video, heb ik meestal voor jullie ook een aantal producten die ik niet heb opgebruikt omdat ik ze niet goed genoeg vond. En die ik eigenlijk wou weggooien of omdat ze gewoon te lang in de kast staan, dat de kwaliteit ook niet meer goed was. Maar vandaag heb ik geen enkel product om jullie te laten zien dat ik niet goed vond, dat niet op is gebruikt. Er stond geen enkel product achteraan in mijn kastje waarvan ik dacht, amai, die houdbaarheidsdatum die is al lang voorbij. Of producten die ik echt slecht vond, waar ik een reactie op had. Nee, dus vandaag enkel Empties. Producten die ook echt letterlijk opgebruikt zijn tot de laatste gram. En waar het daar belangrijk aan is, is dat dat over het algemeen toch wel producten zijn waar ik wel tevreden van was. Waar de balans toch wel zeker ligt naar de positieve kant, want anders zou ik het product niet hebben opgebruikt of zou ik het aan iemand anders hebben gegeven. Uiteraard is het ene product echt een lievelingsproduct waar ik er sowieso nog van ga aankopen. En aan de andere kant zijn het producten waar ik tevreden van ben, want ik heb ze opgebruikt, maar die mij niet warm maken om het nog een keertje opnieuw aan te kopen. Voilà, ik hoop dat jullie vandaag iets hebben bijgeleerd over deze producten, dat ik jullie wat tips heb kunnen geven. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Geef hem dan gerust een thumbs up of abonneer op mijn kanaal, zodat jullie al mijn volgende beauty en make-up video's zien verschijnen. En dan zie ik jullie later. Bedankt om te kijken!